volgende motie vreemd aan de orde van de dag. Die is geheten bereikbaarheid van de HAP binnen 20 minuten. Er is 30 minuten van gemaakt en er is een oproep om te bewerkstelligen dat dat weer naar 20 minuten gaat. Het streven van maximaal 20 minuten, ja, dat is een streven. Ik weet niet of we het halen, maar voor ons is in ieder geval ook de kwalitatief goede en bereikbare huisartsenzorg het primaire punt. Het streven van maximaal 20 minuten is een goed streven, maar voor ons als college geen doel op zich. We gaan voor goede kwalitatieve zorg voor iedereen dus. Het probleem dat we hier namelijk willen aanstippen ligt ook dieper dan gewoon alleen de afstanden. Het gaat om de druk op de eerste lijn zorg, namelijk ook het ziekenhuis. Maar ja, als je dan kijkt naar de reistijd, en dan kunt er natuurlijk meteen gezegd worden van ja, maar dan gaan we met z'n allen naar Venlo toe. Als je een soort van hap open kunt houden, dan zorgt dat voor een vermindering van druk op het ziekenhuis. Het hele verhaal van goede kwalitatieve en goed bereikbare huisartsenzorg. Dus als u het goed vindt dat ik de motie op die manier uitvoer. Wij willen gewoon goede zorg. Ja, daarnaast ook natuurlijk ter ontlasting van het ziekenhuis daar in Venlo. In ieder geval voor gaan strijden dat er iets goeds komt voor onze inwoners. En ik vind het top dat wij nu als gemeenteraad van Horst aan de Maas ons sociale en duidelijke teken geven richting Venraai en alles wat daarmee van doen heeft. Van jongens, let hierop en doe iets hieraan. Dank u wel. Dan hebben we denk ik helder dat we een raadsbreed ingediende motie vreemd aan de orde van de dag hebben. Met dank aan zij die dat voorbereid hebben.